ben Daniel Labroes. Ik ben Julian Poelman en samen doen wij de coördinatoropleiding op het Teltion College. Het eerste jaar krijg je normaal les en in het tweede jaar van de opleiding heb je een stageperiode van 6 maanden. Dan gaan we dan nu een klaslokaal bekijken waar ze praktijkles geven en dat is dan in dit lokaal. Kom mee. Profielkeuzes maak je in de eerste periode van je nieuwe leerjaar en die worden dan verdeeld over de gehele 2 jaar. Dit is dan meneer Belsma, dat is een van de leraren die je krijgt op de beveiligingsopleiding. En dit is een van de lokalen waar je les krijgt en op dit moment krijgen jullie... Beroepspraktijk. Op dit moment krijgen ze beroepspraktijk. We maken gebruik van een beamer. Op dit moment heeft hij dat uitstaan, maar hij schrijft liever, snap ik niet. Je krijgt basisvakken zoals Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast krijg je beveiligingsvakken zoals wettelijke kaders, beveiliging van objecten en dienstplanning en organisatie. Oké, ik heb dan net het lokaal gehad. Dan gaan we nu even kijken waar we pauze houden. Dit is onze kantine, hier houden we pauze. Dan laat ik jullie nu ook even zien waar we eten kunnen halen in de pauze. Die is elke pauze is die open. We krijgen klassikaal les door middel van laptops of boeken. Hij is dan nu gesloten omdat alle pauzes voorbij zijn, maar hier kunnen we eten halen. En dan kan ik jullie ook direct wel even laten zien waar de leraars pauze houden voor als je ze nodig hebt. Je leert als coördinator te werken door middel van stageperiode en evenementen die je tijdens de opleiding krijgt. Dit is waar de leraren pauze houden. Die hebben een speciale lounge die aangesloten zit op onze eigen kantine. Voor deze opleiding heb je verantwoordelijkheidsgevoel nodig en je moet het leuk vinden om mensen te helpen. Oké, dan gaan we nu even een kijkje nemen nadat ik jullie de kantine heb gezien. Laten zien, gaan we even een kijkje nemen in een lokaal waar praktijkopdrachten worden gegeven of examens. Je krijgt het niet heel druk als je alle opdrachten gewoon tijdens de lessen maakt. In dit lokaal worden praktijkopdrachten gegeven. Het is een heel groot lokaal. Hier worden praktijkopdrachten gegeven bijvoorbeeld van het laten zien van brandblussers. Dan weten we hoe die werken. Het zijn allemaal verschillende brandblussers. En examens worden hier ook wel eens afgenomen. En dan hebben we een speciale ruimte. Die zit aan de zijkant van het lokaal. Met dubbelzijdig glas. Ik heb geen lievelingsleraar, want elke leraar is leuk op zijn of haar eigen manier. En daarachter zitten dan examinatoren. En die kunnen ons dan super goed in de gaten houden. Door middel van videobeelden. En zoals je ziet... Oh, je ziet het niet goed, maar je kunt vanaf deze kant door het glas heen kijken en vanaf de andere kant niet. Ik heb deze opleiding gekozen als opstapje voor mijn toekomst.